shit, al die bomen. Ja, Kas, die stonden niet op de tekening. Ja, moet ik dat nou weten dat er zoveel bomen zijn? Ja, bomen, park, toch geen onlogische combinatie. Stil, Kev. Dank je. Zoom eens in. En ja, nu zie ik hem niet meer. Zoom even uit dan. Had ik al gezegd hoe leuk ik het vind dat ik uitgerekend met jullie in het busje zit? Zo inspirerend en zulke goede aanwijzingen. Ja, dat is weer te ver. Luister, Steven Spielberg. Als jij het beter kan, dan moet je het lekker zelf doen. Kevin vindt het fantastisch hoe je het doet. Toch, Kev? Ja, top. Helemaal geweldig. Wil je een vaste Oscar mee? Maar nu kun je wel een tikje inzoomen, denk ik. Eikels. Hij laat op zich wachten. Misschien checkt hij elke keer uitgebreid de omgeving. Ik bedoel, vorige keer heeft hij Suzanne ook gespot. Hé, ik kijk wel even rond. Ga eens terug. Wat? Zag je dat? Wat? Ga eens terug. Zoom eens in. Kijk. Man. Wiegmans. Dat is toch niet te geloven? Wat doet hij nou hier, man? Hi. Zijn jullie nou helemaal gek geworden? Wat doe jij hier? Dat kan ik beter aan jou vragen. Oh. En nou nog een grote bek ook. Een stukje respect graag, ja? Natuurlijk, dat ook nog van buren. Man, die twee zijn echt altijd bij elkaar. Ze zijn getrouwd of zo. Luister, we zijn hier met iets bezig en dat gaat helemaal mis als we hier gezellig gaan staan praten. Zo, en waar zijn jullie dan mee bezig? Dat gaat je niks aan. Wil je alsjeblieft even weggaan? Nou, laat me eens even één keer raden. Jij hebt een afspraak met ene John om dvd's aan te schaffen. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Jochie, ga dat nou niet ontkennen. Wij hebben die chatrooms er ook in de gaten gehouden. Ja, ja, daar sta jij van te kijken, knaapje. Oké. Wij zijn hier voor John, ja? We willen hem volgen naar zijn huis. Ja, wij ook. Nou, dan gaan we straks gezellig met z'n allen achter hem aan. Maar dan moet je nu wel even weggaan, want anders gaat het mis. Ga nou weg! Straks komt John hierheen en die verwacht geen dikke regisseur. Hé, hey, ik ben niet dik. Ga nou alsjeblieft even move, man. Jongeman, jij verstoort een politieonderzoek. Dus als er hier iemand gaat move, dan ben jij dat. Kom op! Weg, 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 weg! Laten we nog gewoon even samenwerken, ja? Dan hebben we het straks wel over wie de fout zit, ja of nee. Wegwezen. Dit is onze enige kans. Ja. Hey. Kom op, jongens, rijden. Ik heb geen rijbewijs. Je hebt toch les? Kom op nou, man. Het is misschien handig als je het gas tegelijkertijd indrukt. Nee, dit kan niet als een lesauto of zo, hoor. Heb je hem nou versopen? Weet ik veel. Hoeveel lessen heb je eigenlijk gehad? 30. Kan het nog steeds niet? Kevin, kop houden! Daarheen, daarheen! Kom, 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 kom!
Laat die koppeling dan eens ook langs op komen, jongen. Als je nou op die even houdt. Nu. Ja. Zo. Jongen. Heb je nou je zin? Nou zijn we hem kwijt. Ik zei toch dat je weg moest gaan? We hadden hem kunnen hebben. Als jij nog gewoon even was opgesodemieterd, dan wisten we nu misschien waar Suzanne zat. Maar nee hoor, jullie moesten ons natuurlijk weer voor de voeten lopen. Stomme eikel. Hey. Een stukje respect graag. Tuurlijk is uiterlijk wel belangrijk. Jawel, maar het gaat mij gewoon meer om hoe iemand is. Ja hoor, die Daniel van jou die ziet er zeker niet uit. Het is mijn Daniel niet. Maar dat zou je wel willen, toch? Nou, vertel, is het een hunk? Ja, hè? Hij heeft wel iets hunkachtigs, ja. Ik wist het wel. Maar ik kan gewoon heel goed met hem praten. Nee, je hebt gewoon vet mazzel. Hey, ik ken helemaal geen leuke jongens. Je hebt Karel toch? Mama, het was een val. Ben je gepakt? Karel, ik ben toch hier? Ja, nee, tuurlijk. Sorry. Het is een jongen en een vent. Ze stonden hem op te wachten. Volgens mij had je gelijk. Ze zijn op het spoor. Een jongen, misschien een van mijn vrienden. Was het politie? Nou, die vent was zeker politie. Dat zie je meteen. Die jongen, dat weet ik niet. Misschien werken mijn vrienden wel samen met de politie. Hebben ze je gezien? Ja, ik bedoel, natuurlijk hebben ze je gezien, maar... Nou, niet goed genoeg, denk ik. En ze hebben me ook niet kunnen volgen. Oké. Stonden ze wel weer te filmen. Ongelooflijk. Zeg dat wel, ja. Ja. Maar dit is nog lang niet alles, hoor. Nee. Nee. Ja. 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 Dit is gewoon... Stil. Geen waarden, geen normen. Geen respect. Het is dat het zoveel papierwerk geeft. Maar anders hadden wij ze gearresteerd. Nou ja, Maya. Dit is dus echt de allerlaatste keer. Laat dat duidelijk zijn. Heel duidelijk. Oh, kijk. Kijk, daar heb je hem. Ja, en dat kan dus iedereen zijn. Hè? Want fatsoenlijk filmen kunnen ze ook al niet. Ik heb toch al gezegd. Hier hebben we helemaal niks aan. Niks. Mevrouw, ik neem aan dat u weet wat u moet doen. Ik zal ze toespreken. En ik garandeer u dat dit niet meer zal gebeuren. Mooi, want volgende keer zijn we niet zo mild. Ja. Bedankt. U ook bedankt, hè? Nee. De volgende keer zijn wij niet meer zo mild. U ook bedankt. Hoe kan je slijmen, zeg? Slijmen? Jullie mogen blij zijn dat jullie niet gearresteerd zijn. Zij hebben het alles verknald, hoor. Ja, ze arresteren ons alleen maar niet omdat ze zelf hebben lopen blunderen. Ze zijn gewoon bang voor de publiciteit. Als jullie je nog één keer bezighouden met deze zaak. Of als jullie nog één keer in aanraking komen met de politie. Al is het een kapot achterlichtje. Dan ga ik op zoek naar een nieuwe redactie. Is dat duidelijk? Verhuizen. Verhuizen. Ja, we weten niet wat zij weten, Karel. Ja, we moeten hier zo snel mogelijk weg. En die meid? Gewoon wat we al van plan waren. Ja, die gaat niet mee natuurlijk. En Rosa? Ja, dat weet ik nog niet, Karel. Ja, dat weet ik nog niet. Maar kom op, ze heeft ons wel verraden natuurlijk. Dat voorgevoel van jou, hè, dat het allemaal goed zou komen. Volgens mij had je het mis.